mannen die verzetten berg in die voortuin. Letterlijk, moet je kijken. Kijk eens aan, op een zelfgemaakt tafeltje van biergratten hebben we hier allerlei dingen. Ziet de koek nog zitten, chocola's? Zo! Hoppa! En nu is het tijd voor een stuk snelle jelle en muntdrop. En een muntje. Zo! Oh, complete, complete mislukking. We hebben watermeloen en we hebben ananas. Moet je kijken hoe ver ze zijn gekomen in de tuin vandaag. Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ze zijn weer lekker bezig in de tuin, maar dat is niet wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan random dingen frituren, dus wat hebben we nodig? Een schoffel. Dat denk ik niet, Hok. En zand. We gaan naar de winkel. Die mannen die verzetten berg in die voortuin, letterlijk, moet je kijken. Allemaal bergen zand. Zo, hé. Dat is niet normaal. En dan het belangrijkste, een frituurpan. Kijk eens aan, op een zelfgemaakt tafeltje van biergratten hebben we hier allerlei dingen die we gaan frituren. En we kwakken het niet zomaar de frituurpan in, die hier zo staat op te warmen. Ik heb al lekker vetje in gegooid, die begint hem al te ruiken. Kijk eens even, draait allemaal vet in. Godverdomme. En Okke die staat hier zo, heerlijke kwak te maken, om alles in te dopen. Anders kan je het niet frituren. Nog meer? Nou, hij moet nog wel wat trapperig, hè? Beslag voor frituur. Goed bezig, Hok. Lekker, man. Het is lekker trapperig zo. Dan kun je het zo er doorheen halen en dan gooi je het zo in de frituur, weet je. Nog iets trapperiger maken? Dat is wel zo goed als goed, denk ik, dit ook. En als jullie denken, waarom doen jullie godsnaam in de garage? Nou, het stort de hele tijd. Nu is het een beetje motregen, maar het is verschrikkelijk weer. Ze doen het gewoon in de garage met de deur open en die deur dicht. Hé, hey, godverdomme, Hok. Oh. Hij kan nog zo gezegd. Ja, ik had nog gezegd. Oké, Hok, laten we beginnen met de mars. Is goed. Ga maar. Hoe gaat dat even weer? Ik kom uit die deur lopen en ik doe de mars. Ja. Je god, je krijgt zo het leger in. Het mooie is ook, ik denk we hebben Twix en Marsen gehaald. Zijn het Snickers? Nou, doen we Snickers. Ik ben ook zo benieuwd. Nee, ik denk dat dit echt lekker is. Pancakes. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik ben eigenlijk het meest benieuwd naar de Amerikaanse cultuur. Want ik weet dat Amerikanen, die zijn gek op deep fried Twinkie bijvoorbeeld. Of gefrituurde Snickers. En dat kunnen sommige staten gewoon kopen. Gefrituurde Marsen, Snickers, Twixen. En ik ben ook heel benieuwd naar de pizza's, om eerlijk te zijn. Ik denk dat die redelijk hetzelfde smaken. Maar we halen alles gewoon door het beslag heen. En bijvoorbeeld kauwgom, ik ook heel benieuwd. Ik ben eigenlijk naar heel veel benieuwd. Vooral ananas, want water en brandend vet, kokend vet, is geen goed plan. Maar wat gaan wij doen? Geen goed plan, want je weet hoe het gaat hier. Het bord zegt al genoeg. Oké, voor dit doe ik wel even de handschoentjes uit. Laten we gewoon beginnen met een Twix en een Snickers, ja? Ja, is goed. Gewoon twee tegelijk. We hebben Snickers, we hebben Twix, en ik heb nog steeds geen fix. Maar dat maakt niet uit. Oké, gaan we hem doorheen halen zo. Bloep, 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 bloep. En hoe lang gaan we het erin laten, bro? Ik denk een minuut of 2-3. Zo kort? Ik denk het wel, ja, maar ik denk het wel. Hoe? Oh mijn god. Het valt gelijk op de bodem. Oké, nou tel maar 1, 2, nee, ik zet wel even timer. We zijn bijna 3 minuten verder. Haal eens omhoog. Oh, nou, dat moet nog even verder. Het is nog zo wit als het pest. Zet hem maar in. Hop, ik moet nog wel even deksel verder. Erop. Brian! Dit is ook zo'n dure frituurpan. Dat, kijk, het past gewoon precies in. Zie je dat? Ja. Het past ook zo. Dus heet. Hoe kan dat toch? Dan maak je een frituurpan en dan past het niet eens. Dit is gewoon een productiefout, toch? Net als wij. Oké, okay, ik haal de kalkoen maar naar boven. Het ziet er wel soort lekker uit. Ja, het is iets, een beetje chocolade geloof ik. Nou, we gaan het even proeven. Ja. Allemaal de helft. Pak het bord of... We lopen gewoon met de frituurpan heen. Hier, kijk, we gaan het spatel. Nee, niet de spatel, hoe heet zo'n ding? Een knijper, denk ik. Oh, nee, ik knijp hem kapot. Okke. Hij zit vast. Hij zit helemaal vast. Lekker dan. Ja, ik kan hem alsnog proeven, het verandert niet de smaak. Weet je, het blijkt me altijd weer hoe gezond onze levensstijl is. We staan random dingen te frituren wat we ook daadwerkelijk gaan opeten. Tussen heel veel bierkratten. Kunnen we allebei een stukje Snicker proberen? Oef. Ja. Nou, proeven. 1, 2. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Oh.
Wow! Furry, wel echt lekker, man. Hij is met niks te vergelijken. Het smaakt naar... Ik weet het niet, ja, Snickers, maar dan... Ik weet het niet. Ik vind het wel lekker. Het serum is echt lekker. Die Twix is? Ja, allebei een healthy. Soft voor chocolade, niet uit Squirt. Oh. Nou, die is helemaal... Oh, er zit een koek in natuurlijk. Dit is hoe het eruit ziet zo. Nou, ziet de koek nog zitten, chocolaas helemaal smolt aan de randen. Ready? Oh, dat vind ik lekker. Fucking lekker. Buurman, nooit. Wat zeg je? Wat heb je een hoop zand? Hoop zand, hè, ja. Knapperig. Echt heel lekker, man. Ja. Maar het smaakt totaal niet meer naar Twix. Het is een soort koek met chocola met een heel erg frituursmaak. Maar niet Twix. De karamel proef je niet echt meer. Daar vond ik wel een bord van op kunnen vreken, man. Ik geef het een 9, denk ik. Ja, dus is het 9. Die Snickers schrijf ik een 7,5. Dit is een 9. Dit is echt beter. Wee, y'all. Wat is het volgende? We gaan voor de American Pancakes. Ja. Zitten er nog wat in? Volgens mij bosbessen en... serveertip is dat. Ik denk, het zit er doorheen verwerkt of zo. Ik haal het er doorheen. Zo, helemaal onderdopen. Wow, het is echt goed dik hoor, heb je het gemaakt, dat spul. Ja, lekker. En dan naar de frituurpan. Throw it in. Mag het eerst zo, en dan... Zo! Wow! Dit wordt ook sowieso lekker, man. Kan niet anders. Ja. The moment of truth. Oh, en wat ruikt het lekker zoet. Ziet er raar uit? Ja. Als een, weet je zo'n ding? Maar het ziet er wel heel lekker uit. De binnenkant van de maag. Zo ziet het eruit. Binnenkant van de maag? Ja, hier. Kom eens met je buik. Dan nog even. Zo. Kun je iemand zijn kop mee ingooien, gek? Ja. Het is een UFO. Allebei de helft, zo. Kijk, hoe ziet dat eruit? Nou, het ziet er gewoon uit als een pannenkoek, hè? Je bent wat je eet, hè, pannenkoek? Zo is het. Nou, eet jij me. Probeer jij me eerst. Gaat er maar een goede crunch aan zitten, denk ik. Wat is het? Nou, niet echt een crunch. Geen goede bite. Of echt wel? Lekker, man. Ja? Is het goeie? Ja, ook fucking lekker. Weet je dat alles gewoon lekker gaat zijn? Ik denk het ook. Komt uit de frituur, dus ja. Alles is lekker uit. Ja, man. Proef. Echt goeie, man. Ja, pan. Mag wel heet, hoor. Maar je bek niet verbrand. Echt lekker. Maar het is ook weer met niks te vergelijken, eigenlijk. Het is gewoon... Je proeft de pannenkoek. Vind je het niet lekker? Net als een stuk kip eet zo van ver. Vind je het niet lekker? Nee, ik vind het niet zo lekker. Nee, ik vind het wel lekker. Een soort zoetige pannenkoek. Met een... Dan komt hij door. Deze, hier zit heel veel vet in, denk ik. Er zit heel veel vet in. Je ziet kanen. Ik heb jij nog nooit zo aandachtig naar een stuk eten zien kijken. Ik geef het een 5. Een 5? Ja. Ik geef het een 7,5. Gefrituurde schapentesticles, goedgekeurd. Pannenkoek, Amerikaanse pannenkoekjes. Ik eet hem gewoon lekker ook op. Ook je blijft toch door eten, ook al vind je hem niet te bitter. Ja. En nu is het tijd voor een stuk snelle jelle en muntdrop. We gaan ze tegelijk frituren. Zo. Hoppa. Het is wel dik spul, hè? Zo. Is niet normaal, hè? Wee, yo. Oké, daar gaan we. Wink. Beetje zo overwoekeren, zo. Hij stelt niet scherp. Zo. Hoppa. En gelijk drijven die koek, hè? Snaakkoek. Ja, dat is andere koek, hè? Een muntje. Zo! Oh. Zo, dat viel een stuk van mijn vinger af nog. Wow. Ja, soort zoek soort, hè? Want je bent een spetter. Welkom bij de Dutch Kitchen. Die de kleine spinnenweb op de camera. Ik heb hem. Welkom bij de keuken. Maar vandaag hebben we sneller en minder laat, man. Hoe ziet dat eruit dan? Net zie je toch, of niet? Godverdomme, heb ik er ogen voor gekregen. Een half tam of vel dan, hè? Die muntdrop wordt wel lastig delen, man. Ja, dit wordt wel... Ik denk dat dit de minst lekker wordt tot nu toe. Nou, ik denk dat snelle jelle nog best wel te hag is. Het ruikt naar pepernoten, man. Ruik eens. Maar naar pepernoten. Kruidnoten bedoel ik, kruidnoten. Ik stond laatst met zo'n busje zo. Zei mijn moeder, ben je aan het doen? Ja, een paar kruidnoten maken. Gekaarde noten, nou was het lekker. Ik kon er zelf niet bij. Dus heb ik gezegd, Bobo! Nee. Wow. Bobo, gaan we straks zien, dan zullen we eens kijken hoe ze erbij zit. Nee. We gaan straks even lekker gebuurten bij mijn ouders, man. Die heb ik veel te weinig gesproken afgelopen tijd, dus gaan we even langs. Dat is puur paneermeel. Zo zout. Oké, cheers, mate. Pak maar een stukje. Proost. Eten? En? Dan denk ik echt niet te bikken is dit.
Nou, echt niet te pikken dit. Nee, ja, dat dacht ik al. Het ziet ook niet heel smakelijk uit. Ja, op zich. Hm. Nee, deze is afgekeurd, man. Oh. Het is heel mushy, mushy cushy. Heel zout, heb jij dat ook? Het is heel zout en ja, dan komt door die drop misschien, man. Nou, ik hoop het niet dat de frituur nou naar de zout smaakt. Het is heel zacht, heel sompig, heel vettig, dat die snelle jelle. Deze is no muy soy bien. Dit is gewoon een nul. Zero. Wil jij de drop proeven? Jij wil niet? Nou ja, we kennen moeilijk delen. Keihard, dus kijk hoe het eruit ziet, maat. Het lijkt wel teer. Het is pikzwart. Dat is niet goed hoor. Give me some licorice, man. Oh. Dit is de raarste drop combo vet die ik ooit geproefd heb. Wat is dit? Kijk eens een happie. Lijkt of ik op lijm koud. Lijkt wel olie, maat. Het lijkt wel hele dikke olie waar je op koud. Moet je proeven, gek. Het is helemaal stroperig. Het is een soort keiharde. Het is lijm dat nog net niet opgedroogd is. Ja, helemaal vast. Ja, dat is wel lekker. Hou een keer je bek als je kaken mag. Ik vind het wel lekker als die. Nee, joh, gek. Jezus Christus. Wat heeft hiermee te maken? Wat zijn de baas van dit merk tegen zijn vrouw? Mag ik drop? Dan iets wat we verwachten dat heel lekker is: de Picolinis. Allebei twee? Of allebei één bedoel ik? Ja, twee stuks gaan we doen. Eén voor Okke, één voor mij. Zo, dat is eentje. En pluk die tweede er wel bij. Oh, klap. Al die gaatjes. Lijkt op die huidziekte, weet je, met al die gaatjes zo, waar al die wormen in zitten dan. Wat honden vaak hebben van die zwerfhonden. Dit is denk ik gegarandeerd succes. Zo niet, ben ik echt heel erg teleurgesteld. Let's fry, baby! Buurman! Hey! Hey. Hij schrikt zich rot. Wil je toevallig een kleine pizza uit de frituur? Oké. Okay. Nou, dan eten wij ze maar op als buurman Erik het niet wil. Kijk, er is je. Oh, het ruikt zo lekker. Het mooie is dat iedereen op de wereld, Okke eet nu pizza, van arm tot rijk. Maar het is ontstaan in Italië, omdat de armen gewoon maar een paar dingen hadden. Dus met overige deeg een dunne korst gemaakt. Ze kwakten wat dingen erop, zoals tomaten en zo. Dat was toen heel goedkoop. En zo is pizza ontstaan. En nu eten de allerrijksten het. Ja. Eigenlijk is het een soort afvalmaaltijd, maar het is geweldig. Italianen? Bellissimo! Kijk hoe die van binnen eruit ziet. Drop uit de weg. Zo! Komt de hitte vanaf, mijn hele camera beslaat. Ga 100% onze bek verbranden. Cheers, mate. Nou, au! Oh, je weet het en toch doe je het. Ja, erg zout weer. Zo is lekker dit. Hij is wel lekker. Ja, ik kraag gewoon 8. Wat verveel jij je nou gewoon? Op zondag met de maten? Of met je vriendinnen? Dan ga je gewoon een frituurpan pakken. Dan maak je gewoon van het frituurpaneer shit. En dan ga je gewoon allemaal dingen proberen. En dan is elke keer een verrassing of wat lekkers krijgen we niet. Geef het een 7,5 maar. Ik vind bij die wel lekker als het zout is. Ik vond er stoom vanaf. Voor de rest ben ik gewoon 23 hoor. Ik wil die saus zitten. Hij is wel lekker. Hij is lekker uit de oven. Okay. Ja, dat is sowieso. Dan nu gaan we voor de snoep en voor de kauwgom. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I got here the kauwgom. I got here the snoep. Oh, dat heb je het al, joh. Ik heb het al. Die kauwgom wordt tandtoeranzig en het snoep, het zijn er nog niet uit. Het wordt een zoet-zoute combo. Ja, zit er wel genoeg op nu op die kauwgom? Ja, maar dat gaat niet echt. Heb je de kauwgom niet in de war gebracht met de Viagra ook? Dan staan we straks dan kunnen we vanavond niet op ons buik slapen. Ja, dat is kut. Ja, dat zien we zo meteen wel. Ach ja, joh. Complete mislukking. De kauwgom is weg en het snoep is weg. Kijk, het is helemaal uitgesmeerd door die hele pan, hè. Dit hoort het snoep te zijn. Dit is niet goed, hè. Nou, dat is mislukt. Dan hebben we nu het gevaarlijkste en daar heb ik het meest zin in. De ananas. Und die watermelon. Dat is nog een proef, hè. Ja, maar die snoep is weg, ook. Wat ga je proberen? Er zit misschien een beetje suiker. Op dat deeg. Proef je het nog wel? Of proef je het niet meer? Oh! Wat? Het smaakt naar kauwgom. Ook! Snoep. Is het zo vies, ja? Zout. Deeg en taste. Oké, zo ziet het eruit. Vrij onschuldig, maar blijkbaar smaakt door alles door elkaar. Gadver, hè? Oh! Tantoe vies houden. Waarom smaakt het ook een beetje naar een asbak?
Hoe weet je nou? Ja, hoe weet je dat nou? Mijn opa en oma altijd als kind, dan had ik die asbak leeg. Eerst deed ik dat, een vieze asbak leeg, en nu luister ik hem. Ja. Temmerclub. Nou, dit is echt... Nee, man. Oh, wat is dat smerig. Gadverdamme. Is het niet dat er een hele zieke steek van komt als we nu die ananas pakken of die balloon? One way to find out! Ja, maar een hele ananas gewoon... Yo, ben je gek, man? Ja, jawel. Dit hele stuk? Ja. Wil je mijn huis in de fik hebben, man? Laat eens gewoon kijken als je zonder beslag een klein stukje erin tieft, wat er dan gebeurt. Je wil gewoon dat het hele huis in de hens gaat. Nee, tuurlijk niet. Even als testje. Helemaal niks. Ja, maar dat is heel weinig. We hebben watermeloen en we hebben ananas. Het laatste wat we gaan frituren en ik vind het best wel een beetje spannend. Ik denk dat er niet veel gaat gebeuren. Ja. Maar ja, je moet niet denken, je moet weten. Ja, maar het is niet alsof we direct water in vet gooien, snap je? Maar er zit wel heel veel vocht in deze shit. Hier, wacht, eerst even dit omhoog. Want één stukje ananas die ligt er nog in. Dus, nou, we gaan het nu zien. Zo, 1, 2. Beetje afstand. Ik vind dat het heel heftig gaat in het begin, man. Oh, joh, niks aan de hand. Dat de fik er al helemaal op te gaan, jongen. Nou, dit wordt helemaal kut. Het water gaat verdampen. Dan blijft alleen nog het fruit over. En dan waarschijnlijk... Oh, het loopt lekker. Die was vaker zeker. Ik heb een drapper. Zou het zo sneller afkoelen, denk je? Denk het wel. Oké, haal hem maar omhoog. Oké. Dit is het. Oh, beter dan verwacht, man. Dat had ik niet verwacht zo. Oh, die kauwgom ligt allemaal op de bodem. Je zou die frituurpan best kunnen bewaren, hè? Want die hadden we nog niet. Eentje die werkt althans. Ja. Alleen moeten we hem wel schoonmaken. Ja. Dat is wel lekker om af en toe even een bitterballetje van kaasstengeltje erin te gooien. Ja. Maar we hebben eerst een andere gerecht, jongen. Hier. Gewoon een kokring. Een natuurlijke kokring, jongen. Dat is helemaal vast weer. Dit zou nog eens verbazend lekker kunnen zijn. Zoet, zout. Semi-gezond. Maar zo zit die kauwgom smaak er ook aan, al die vieze smaken. Hier, ik zie al een stuk kauwgom eraan zitten, hoor. Gefrituurde ananas. Oké, pineapple. Niet te vreten. Nee. Zuur? Ik ben helemaal van de zweet. Wow, ik heb mijn kippenvel. Kijk. Ja. Mijn kippenvel gewoon. Het is heel droog. Alleen het enige gevolg wat erin zit is vet. Ja. En het is gewoon echt zuur. Ken je als je een hap uitneemt met een appel en het is niet meer bruin maar nog verder verrot dan dat? Dat hele zure zo smaakt. Heel goor dus. Dit is de meest smerige. Ja. Deze vind ik nog viezer dan die combo kauwgom van die perzik snoep. Nou, ja. Heel snel die watermeloen. Die is helemaal squishy. Kijk. Oké. Gadver, kijk dan. Okay, lijkt een beetje op stoofpeertjes dit. Oh, oh mijn god. Oh. Hey, dat is die spantenkroon. Ja. Ja. Jezus. Heeft die vent er nou telkens mee te maken, joh? Ja, weet ik niet. Zo, die spantenkroon, hé. Die smerig durft het gelijk uit. Oh, wat een combo's. We hebben dit gedaan in de naam van de wetenschap. Zo, nu is het tijd om echt goed te gaan eten. Want we gaan naar mijn ouders. Oh, nee, we eten niet bij mijn ouders. We alleen bakje doen. Ja. Dan moeten we weer zelf koken. Oh. Wat vond jij het lekkerste? Nou, het vieste hoeven we niet te zeggen. Nee. Maar het lekkerste vond ik die Twix, man. Ik denk het ook. Die Twix. 100% gefrituurde Twix, die houden we er gewoon in. Ja. Als we een verjaardag hebben, bitterballen, kaasstengels, kaasvlees en gefrituurde Twix. Piccolini's vond ik ook wel best wel lekker. Ja, maar vond dan die Twix veel beter, man. We hebben er nog één. Ja, doe maar niet. Dat vindt YouTube weer niet zo leuk natuurlijk. Ja. Oké, we doen het alleen in de video als jij hem om je leuter heen doet en dan in het vet gaat hangen. Ja, is goed. Nee, ik doe hem wel om mijn leuter heen dan, maar ik hang hem niet in het vet. Ik hang hem wel ergens anders in dan. Moet je kijken hoe ver ze zijn gekomen in de tuin vandaag. Alle bestrating is eruit. Alles is helemaal zand. Alles. Er zit geen klinker meer in. Nou, mooie tuin. We gaan je verlaten. Want ik ga mijn ouders bezoeken. Opel. Wir leben auto. Ja. En vlees erbij. Hé, bro. Heel in slaap gevallen. Met ja, we zijn er al even hoor. Kijk maar, het begint alweer te schemeren. Die hond was helemaal afprikkeld, dus die is gelijk in slaap gevallen omdat wij heerlijk lekker lagen te knuffelen met Bobo en ze bleef maar komen en komen en komen. En nu is ze helemaal dood. Hé hey, mam, hoe oud is dit ding? Die heb ik nog voor jou gepunnikt. Ja, punnik leeftijd hè?
Punneke. Punneke. Ja, ik denk toch dat hij dan nu 13 jaar zeker oud is. Ja. Hij was wel heel verbaasd over mijn punnekwerkje, 13 jaar oud. Leuk hè? 13 jaar. Als ik het had gemaakt, was hij al kwijt geweest, denk ik. Ja, of kapot. Ik heb ook zo'n hele doos met allemaal tekeningen nog van jou en alles. Ja. Ja, die hebben we ook nog van Siebe. En de eerste gebruikte condoom, hè? Ook. Ja. Zit in een geheime doos, hè? Alleen jij hoorde met pap. Ja. Jullie hoorden niet wat ik zei, volgens mij. Nee. Oh. Wat zei je dan? Ja, dat is niet belangrijk. Het is met een doos waarschijnlijk. Ja, het is al een doos geweest. Dat zit er nu nog steeds in. Nou, de kijkers en mijn vader snappen het. Ik heb het niet gehoord. Ja, ik zat er doorheen te lullen. Ja, ik lulde eigenlijk door jullie heen. Of ja, ik weet het niet eens meer. Soms is dat oké, hoor. Onze hele familie lult allemaal door elkaar. Ja, het is ja. Maar, alleen als we praten. Ja. Die Corsa had natuurlijk een week stilgestaan, maar gelijk starten. Dat ding is top. Ja. John heeft het voor me gecheckt. John rijdt. Hij heeft echt 50 gelopen maar. Ja, dat is, Hij is niet teruggedraaid. Dit ding is gewoon, komt het 2000 gek. Maar mis je nou echt die snelle auto's? Ja. Toch echt wel? Ja, ik haal daar zoveel plezier. Maar het gek is dat ik me ook compleet gek van maak in die Corsa hoor. Ja. Alleen weet je wat het is? Die RS6, die... Nou, hoe gaaf die gaat worden natuurlijk, dat hele project, dat is niet normaal. Ik heb er zoveel zin in. Tuurlijk, ja. En ja, die Lambo is natuurlijk helemaal waanzinnig, dus tuurlijk mis je dat. Maar je mist gewoon die snelheid, die exotische shit. Ja, joh, weet je toch, maar toen, je hebt op een hele andere manier, maar net zoveel lol met zo'n Corsa. Ja. En we vermaken ons helemaal stuk. We zitten in die bloedhitte met alle ramen open, want we hebben geen airco. Was het heet? Het is gewoon, we gingen helemaal stuk, jongen. Ik zeg tegen ook, we zitten in een rauwe rijdende sauna. Ja. Hey, ook elke dag als we gaan rijden, we kijken aan, dan moeten we toch even lachen. Omdat we in zo'n autootje zitten, weet je wel. En die stoelen zitten verdomd lekker. Ja, die zitten goed, joh. Ik vind hem lekkerder zitten, niet rijden, maar zitten dan mijn Audi, hoor. Ja, maar het is gewoon ook heel zacht is allemaal. Ja. Maar die kleine autootjes, die hebben vaak de lekkerste stoelen. Ja. Ja. Gewoon lekker comfortabel. Laat ze gewoon inbouwen in je RS. Ja, dat zal er raar uitzien, hè? Ja. Wij gingen vroeger op vakantie naar Italië. En dan had je nog geen airco. En dan reden we dus, reed mijn vader in één stuk door naar Gardermeer. 12 uur, met 4 ramen open. En dan zat je, gewoon 10, 12 uur lang, zat je met alle ramen open. Had je dan niet helemaal dit? In je oor nog 's avonds? Ja, en twee uitgedroogde ogen. Ja. Maar dat was normaal. Dat was normaal. Ja? Je bestond geen airco, dus je wist niet beter. 150, 160 over door Duitsland heen. Met die herrie. En dan... Je ziet toch hoe groot zijn oren zijn geworden daarna. Die zijn gewoon helemaal... Het is helemaal uitgerekt door die wind elk jaar. Mijn oren die sloeg ik dan gewoon onder de hoogsteun heen. Je kon ze gewoon in je oorgat proppen als een soort oordoppen. Maar vond je moeder dat wel goed dan met de kapsel? Nou, die zat al constant zo. Ja, dat vind ik wel stoer. Oma aan de haar. Oma aan de haar is natuurlijk wel echt... Maar je oren zijn tenminste wel gestroomlijnd. Oma loopt altijd gewapend met de krultang natuurlijk. Ja, dat klopt. Nou, we hebben oma nog mee aan het eten genomen verleden week. Tussen de Kaag en Brasum zijn we geweest. Ken je dat restaurant? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Maar met oma al lekker zitten eten. Super lekker gegeten, maar het is wel een beetje een ding. En had ze de krultang bij zich? Zeker. Ja? Ja, echt? Nee, tuurlijk niet. Oh. Even, Nee, wel een lultang, maar daar hebben we maar niet over. Nee hoor. No. Een oude tang. We hebben er even een oude... Ja, we hebben daar met een oude tang zitten eten. La la la. Jullie zagen even snel een shootje voorbij komen dat we in de toko zaten. Van Hokke, dat was even gezellig. Even nog, was aan het einde van de straat bij mijn ouders. Ging even buurten. Dus dan om mijn neef zijn brewery pils te doen. Dus ging even hoi zeggen. Nou, wij zijn helemaal lekker naar bed. Morgen gaan we aan de leugendetector bij Shahid thuis met Enzo en de kids. En er komen misschien nog wat andere mensen. Wie, dat weten we niet. Maar we gaan het zien. Dus morgen weer een hele toffe vlog. Al dat gekkigheid daar. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Vandaag was top. En dat is een heel klein krachtig scheetje. Dames en heren, ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat het toppers! Oh.